nu voor de tweede keer. Vorig jaar waren we ook met Summerlab Eurosonic aan de slag. Dit is een heel belangrijke basis voor ons. In de wereld van de festivals, daar vinden we heel veel nieuwe ontwikkelingen. En dit is een van de nieuwe ontwikkelingen. Bredeoord als dieselleverancier en aggregatenleverancier van de afgelopen jaren, zegt de ouderwetse festivals, is nu bezig met een heel nieuwe lijn te ontwikkelen over hoe ga je nou om met energie op festivals in Nederland. Dus dat laten we volgens op deze manier zien. Deze solar plant, zoals het zo mooi heet, die wordt uit een zeecontainer getrokken, uitgeklapt en dan word je als een soort van drakenvlinders meegenomen in de wereld van solar. Summerlab is het rondreizend duurzaamheidsplatform wat langs de wereld van de evenementen en de festivals gaat. En die meneer die daar staat te vertellen, dat is Vaas Molen van de TU Eindhoven. Hij heeft over een nieuwe manier van lichtinval. Ja, dit is het nieuwe licht, hè, kunnen we zeggen. Ja, het nieuwe licht, ook op Summerlab.